Goedemorgen. De ontruiming van het bos bij Schinveld in Limburg is begonnen. Er waren vannacht tientallen actievoerders in het bos. Sommigen houden het er inmiddels al weken uit. De bedoeling is dat later vandaag de eerste bomen worden gekapt. De overheid wil dat om de aanvliegroute van EWEX-vliegtuigen veiliger te maken. Zwaar materieel wordt in stelling gebracht om het bos binnen te trekken, want de actievoerders zijn verdreven. Nou ja, op een paar na. De meesten hebben zich in boomhutten verschanst om uit handen van de ME te blijven. Ja, ik weet niet precies wat hun tactiek is, maar ik verwacht dat hier of vandaag of in de komende dagen in ieder geval een hoogwerker naar boven zal komen en ons zal proberen eruit te krijgen. Rond 2 uur vannacht trok de marechaussee het bos binnen. Urenlang stonden marechaussee en actievoerders tegenover elkaar. Zit je nou nog lekker bij het vuur als de ME zo dichtbij is? Ja, liever hier dan in de kou, hè. Dus dat is... En ik zit hier wel goed. En al staan ze dan ook 2 meter van ons af, we blijven gewoon lol maken. Hoe lang houdt u dat vol? Ik denk langer eens aan. Maar rond 6 uur begon toch echt het grondig leegvegen van het actiekamp. De bewoners van de boomhutten hebben gezegd dat ze alleen vreedzaam verzet zullen bieden. En eten en drinken is er nog? Ja, dat hebben we zat. We hebben gewoon... We hebben genoeg om het nog weken uit te houden. Lijkt je dat nou leuk om hier nog weken te zitten? Ja, ik vind het wel gezellig hoor. Dus, komt wel goed. Ja, verslaggever Wouter Meijer in Schinveld. Wouter, hoe is het op dit moment met de ontruiming? Nou, zoals je misschien ook wel kunt zien op dit moment, laten ze er geen gras over groeien. Er worden steeds nieuwe troepen aangevoerd, marechaussee en ME. Vannacht zijn ze, dat zag je in de reportage, het bos door gaan kammen. Dat hebben ze daarna nog een keer gedaan om zeker te weten dat er op dat stuk geen mensen meer zijn. En op dat stuk wat echt helemaal veilig is, dus waar geen mensen zich meer bevinden, daar is nu zojuist ook begonnen met kappen. Daar worden bomen omgezaagd en... Daar is dus het bos al aan het verdwijnen, terwijl hier achter mij nog mensen in de boomhutten zitten. En hoe lang kunnen ze daar blijven zitten? Ze hadden het over weken aan voedsel, maar dat zal de ME niet toestaan, hè? Nee, want ook die laten daar geen gras over groeien. Die hoogwerker, waar de jongen in de boomhut het al over had, de eerste is al gesignaleerd. Dus ze zijn nu al bezig. De actievoerders hebben wel aangekondigd dat ze zich niet zomaar eruit zullen laten halen. Ze willen wel geweldloos blijven, maar ze hebben nog aangekondigd dat ze allerlei trucjes paraat hebben voor de ME. Maar of die er echt komen, dat weten we niet. Ze hadden ook vannacht beloofd dat er verrassingen uit de bomen zouden vallen. En die hebben we ook niet gezien. Dus het zou best eens kunnen dat die hoogwerkers straks ook snel klaar zijn. Wouter Meijer in Schinveld.